Ad interim minister van Onderwijs Krishna Mathura die geeft in een vraaggesprek met TBN Prime Alert dat de situatie voor wat betreft start van de scholen na de extreme regenval die we hebben gehad de afgelopen tijden bijna genormaliseerd is. 85% van de scholen die zijn er op deze dinsdag normaal open geweest. En de resterende 15% hoopt zij dat deze scholen morgen woensdag dan hun deuren kunnen openen voor alle leerlingen en studenten. Maar eenzelfde geldt niet voor de scholen in het binnenland. Daar speelt nog een kwestie van betalingen rond. En wanneer dat rond is, zullen dan de leerkrachten afreizen richting het binnenland. En dan kunnen de scholen weer normaal open gaan. U hoort ad interim minister van Onderwijs, Krishna Mathura. We hebben gisteren helaas moeten sluiten vanwege wateroverlast. Heel veel scholen hadden echt water in de lokalen en heel veel docenten konden niet komen. Maar ook heel veel ouders die hun kinderen niet naar school konden brengen. Dus we waren genoodzaakt de meeste scholen te sluiten. Vandaag hebben we gezegd we gaan weer over tot normalisatie. Scholen waar die niet onder water waren, want het heeft niet meer geregend, die hebben we gewoon opengesteld. Maar een aantal scholen waar het onder water was, hebben we vandaag dus de tijd voor genomen om een beetje schoon te maken, op te ruimen, de ruimte te geven op het schoolerf, dat het een beetje droger wordt, want anders komen de kinderen in modder. Dus dat hebben we gedaan en die gaan nog even 1-2 dagen sluiten. En dan weer open. Schade aan materieel en materiaal van de scholen zelf? Valt mee. Meer de vloer en meer het erf. Maar we hebben geen scholen waar bijvoorbeeld echt heel veel kasten et cetera onder water zijn gelopen. Er is wel op sommige scholen, wij zijn bezig te inventariseren en te kijken hoe we daarin kunnen vervangen. Ja. En geldt dat ook voor de scholen in het binnenland? De binnenland is nog niet gestart, want het is vakantie. En wij hebben gezegd, we gaan iets later starten, omdat de leerkrachten nog niet ontvangen hebben. En pas als ze hun geld hebben gehad, dus nu hebben ze hun geld waarschijnlijk al gehad. Deze week, en dan gaan ze naar het binnenland en dan gaan de scholen, dan gaan ze inventariseren en dan gaan we ook daar de scholen op starten. Ja, dus voor vandaag, dinsdag, procentueel openstelling van de scholen? Meerderheid is opengesteld, ja. En moeten de schoolleiders naar inzichten handelen morgen? Nee, we hebben dus opengesteld en we hebben gezegd van op specifieke scholen waar bijvoorbeeld een overmachtssituatie is, daar moeten dus de schoolleiders contact maken met inspectie, onderwijsinspectie. En in overleg met onderwijsinspectie moeten ze een besluit nemen, wel open of niet open. Er zijn ook andere situaties. Op een school was er gisteren Braziliaanse bijen. Daar hebben we ook verplicht moeten sluiten. Op een andere school hadden we een ongeval met een voertuig. Dus daar hebben we ook moeten sluiten. Daar zijn een paar klassen nu gesloten omdat gerepareerd moet worden. Dus ja, dat zijn eigenlijk overmachtssituaties. Zijn hele specifieke situaties waar we naar kijken. En op basis daarvan besluit nemen. Maar ik moet zeggen dat het overgrote deel van de scholen is gewoon weer open. En zal de komende tijd ook open blijven.